Vanmorgen is hier op het kerkplein in Bladel de kerststal geplaatst door vrienden van de kerststal. Sjan, kun je de kijkers uitleggen wat de reden was van deze nieuwe kerststal op wielen? We hebben de stal vernieuwd en dit is gekomen omdat we sinds 1988 een kerststal in Bladel hebben staan. Die eerst op de markt heeft gestaan en later hier naar het kerkplein is gegaan. Daar moesten we zo ontzettend veel mee sjouwen en sjorren om die nog netjes hier neer te kunnen zetten. En de groep van de vrienden van de kerststal beginnen een beetje op leeftijd te komen, waardoor het gesjouw allemaal niet meer zo goed gaat. Hebben we een nieuwe stal gemaakt, maar een stal op wielen. En dankzij de ondernemers van Bladel die ons gesteund hebben financieel, hebben wij dit mogelijk kunnen maken. We hebben binnen de vrienden van de kerststal een bouwgroep. En die bouwgroep die bestaat uit Harry Roijmans, Harry Wouters, Wim Schelkes en Bram Timmers. Die hebben gedurende de hele zomer, hebben die iedere woensdagavond hieraan gewerkt om dit prachtige geheel zo in orde te maken, waar wij heel trots op zijn. Wim, kun jij iets vertellen hoe het allemaal in zijn gang is gegaan bij het bouwen van deze nieuwe kerststal? We hebben een onderstel van een staakerven gevonden op, bij Camping Kouwenberg. Dat was de basis, daar zijn we vanuit gestart. We hebben het hout van één persoon gekregen, daar zijn we ook zeer erkentelijk voor. Dus heel het hout wat u ziet, zeg maar eigenlijk van de vloerplanken tot de chassisbalken en de spanten, et cetera, hebben we allemaal gekregen van een houtleverancier. We hebben het dak voor kunststof leien gekozen. Dat past in de omgeving, maar ook vanwege het gewicht. We hebben met name ook moeten letten op het gewicht. Uiteindelijk hebben we de oude banden ook moeten vervangen door nieuwe, want die konden het gewicht niet dragen. De finesse hebben we eigenlijk later pas aangebracht, zoals je misschien kunt zien hier draadgaas, waar we de versiering op kunnen maken, waar we de tekeningen van de kinderen op kunnen hangen zonder dat we eigenlijk allemaal nog moeten boren, niet schroeven, spijkeren, etc. Want daar willen we eigenlijk vanaf. Lilian, kun je in het kort uitleggen wat de bedoeling is van jullie project? Het geld van het knikkengeltje is voor project Wonderful in Ethiopië voor kinderen die anders niet naar school kunnen. En omdat de ouders geen geld hebben of de opvoeders. Ze komen uit de krotwijken. Deze zonnige dag luisteren we naar een stukje van het kerstverhaal. Geen officiële opening van de kerststal, maar wel de inzegening door pastoor Harm Schilder hier in Bladel. In deze tijd wordt veel mensen ontnomen. Vrijheid, sommigen kunnen niet werken. In de kerk is het ook heel anders. Het kan een heel vervelend gevoel geven, ook als ik spreek voor mezelf. Omdat je op veel dingen geen grip hebt. Ja, wat is de betekenis eigenlijk nog van mijn inbreng in deze samenleving? En je kunt daar soms best wel over tobben. En ik denk dat de kerstgroep en het gebeuren van kerstmis en ook de saamhorigheid van mensen hier die hebben gezorgd voor het bouwen van deze nieuwe kerststal, zo ook in de andere dorpen van de gemeente er een kerststal staat, dat laat zien, ik ben van betekenis als mens. Ik heb op veel dingen geen grip, maar ik ben van betekenis. En dat is denk ik ook de boodschap van het kerstkind. Dat straalt uit, jij bent belangrijk voor mij. Dus als je daar een keer aan twijfelt, tel ik nog wel mee. Ja, jij bent belangrijk voor Jezus, voor mensen die van je houden. En mogen dat jouw steun geven in het nieuwe jaar. En toch een mooi kerstfeest. We hebben hier in de Kempen al diverse kerststallen bezocht. Onderweg kwamen we deze tegen. Is dit jouw alternatieve kerststal? Ja, dit is onze alternatieve kerststal. Wij brengen gezelligheid, wij brengen mensen bij elkaar door middel van dat we bloemstukken kunnen bezorgen. In deze toch wel lastige periode. Dus ja, ik vind toch wel dat we een kerststalrol hebben. En gelukkig is het droog en we hebben een geweldig team wat met ons mee buiten wil staan. En ik vind het wel een gezellige kerststal in ieder geval. Heb je ook nog een kerstboodschap aan de kijkers? Nou, ben lief voor elkaar. Of het nou dichtbij of ver weg is, ben lief voor elkaar. En een beetje begripvol.